Nog steeds grote verwarring in Den Haag nadat Pieter Omtzigt gisteren plots liet weten dat wat hem betreft deze formatieronde voorbij is. Laten we nou even proberen erachter te komen wat we in ieder geval tot nu toe weten vanaf 3:30 gisterenmiddag. De vier partijen zitten dan hier. Dat is het ministerie van Justitie en Veiligheid. En dan zegt Pieter Omtzigt: ik ben moe, ik moet nadenken. En hij stapt uit. Wat niemand weet is dat hij heeft afgesproken met drie journalisten van het Algemeen Dagblad, NOS en de Volkskrant. Dat doen ze in dit hotel. Dat is het Postillon in Den Haag. De belangrijke tijd, 7:15. In het NOS-journaal zegt Marleen de Rooij daarover dit. Ja, het is toch wel ongebruikelijk. Ik werd gevraagd om naar een andere locatie in Den Haag te komen om met hem in gesprek te gaan. Niet voor camera. Maar je zag toch wel een zichtbaar geëmotioneerde Omtzigt. Even na 7:00 stuurt Omtzigt deze brief naar de pers en naar de leden van NSC. Waarin hij schrijft dat zijn partij voorlopig klaar is met het coalitieoverleg. En dan om 7:12 komt de NOS met dit bericht. Voor NSC is deze formatieronde ten einde, houdt mogelijkheden op. 5 minuten later het Algemeen Dagblad, formatie geklapt. NSC van Pieter Omtzigt stapt eruit. Wilders begrijpt er niets van. 1 minuut later krijgen Plasterk, Van der Plas, Jezielkus en Wilders een appje van Omtzigt met daarin een soortgelijke boodschap. En ze reageren daar dan weer als volgt op in tweets. Ja, ik begrijp er helemaal niets van. Totale verrassing, ben zeer verbaasd. Plasterk verschijnt even later voor de camera. Ik ben een beetje verbaasd. Ik vond het een beetje, van wat ik tot dusver gehoord heb, warrig verhaal. Iets meer duidelijkheid, nou ja, duidelijkheid, komt er pas laat op de avond als Pieter Omtzigt bij Umberto aanschuift en vertelt wat er aan de hand is. Wij gaan er nu vanuit, de formatie is geklapt. Deze ronde is geëindigd. Kijk, dat is een nuanceverschil. Dus... Nou, dat is ook precies wat ik in die verklaring gezegd heb. Ja, maar dat is voor de duidelijkheid. Ja. Dus het is niet geklapt. En die avond eindigt dan zo, een taxi met draaiende motor voor de deur van de studio van Umberto. Waarom kiest u ervoor om op dit moment de boel op te blazen? Vindt u het heel chic om geen vragen te beantwoorden? Ik heb een verklaring afgegeven en ik hoop dat die volstrekt helder is. En ik heb ook net ongeveer een half uur vragen beantwoord. U heeft een appje gestuurd naar Ronald Plasterk. Vindt u het heel netjes om zo om te gaan met vragen? Met gierende banden dus naar Enschede blijkt nu, waar hij naartoe is voor een paar dagen rust. Hij is dus niet bij het gesprek dat nu plaatsvindt tussen informateur Plasterk, Jezielkus, Van der Plas en Wilders. Peter K., die zijn er allemaal wel, hè? Die zijn er zeker en die hebben gehoopt dat hij ook zou komen om aan te schuiven. Want ja, die vonden het toch een beetje raar dat er afscheid werd genomen met een appje. Ik bedoel, zo maak je de verkeering niet uit. Normaal gesproken zou je ook vervelend vinden. En dan wil je toch wel eens iemand spreken die afscheid van je neemt, waar je wel 7 weken mee hebt zitten praten. Ja, na 7 weken is dit het appje wat hij gisteren dus verstuurde. Ik heb besloten om Plasterk te vragen het verslag af te ronden. De financiën liggen mij zwaar op de maag. Bedankt voor de goede gesprekken. We blijven samenwerking opzoeken. Dat is het appje, zoals het Algemeen Dagblad dat geloof ik vandaag liet zien wat hij gestuurd heeft. Ja, en verdere toelichting ontbrak dus. Nou ja, dat vinden die partijen echt idioot. En ze hoopten dus dat die zou komen. Daarbij kwam ook nog dat hij Plasterk, de informateur, verweet dat hij het fout gedaan heeft. En dat is, ja, dat is ook verwijt dat uit de lucht komt vallen voor Plasterk. En die andere partijen, nou ja, hij laat dan de deur nog openstaan. Dat is toch ook opmerkelijk, weet je wel. Dus het is een soort afronding. Ja. Wat ze er zelf over zeggen, is dat de financiële besprekingen, dus de wensen van de partijen... Ze bedoel je de NSC, wat ze erover zeggen? Ja, dus als je daar vraagt van hoe zit het nou precies... Ik vond het zelf niet zo duidelijk uitlegde. Maar hij zei dus, die financiële perspectieven zijn rampzalig. Ja. Nou, dat zou kunnen. Ja. Maar daarbij opgeteld waren ze ook wel een beetje aan het verkennen... Op wat de financiële wensen waren van de verschillende partijen. Nou ja, en die waren proberen, nogal groot. Laten we proberen langzaam af te pellen. Maar laten we toch even nog heel even luisteren naar de reacties... voor zover ze gegeven zijn door de mede-onderhandelaars vandaag... voor de verschillende camera's. Ik ben echt oprecht verbaasd en ook wel geschokt eerlijkzijns. Want ja, we waren toch bezig met goede en constructieve gesprekken. Ik hoop ook dat we zijn uitgenodigd door de informateur... dat we daar toch alle vier komen. En dat hij ons, dat is hij toch denk ik wel verschuldigd... een beetje een uitleg geeft, dan ook in Nederland, waarom dat is gebeurd. Ik hoop dat hij er vanavond is, laat ik het zo zeggen, bij Plasterk... zodat we het daarover kunnen hebben, want ik begrijp de inhoud niet, de route niet. Wij hebben dat via de pers moeten vernemen. Op het moment dat wij een appje kregen, toen stond het al op de site van de NOS. En dat waren we net aan het lezen.
Er zitten hier twee partijleiders aan tafel. Politici die het vak kennen. Die weten wat je kan doen en niet kan doen. Misschien ook in onderhandelen. U heeft vaker onderhandeld, Rob Jetten. Is dit strategie? Even, ik hoorde gisteren bijvoorbeeld Joop van den Ende zeggen... soms moet je even opstappen om de boel weer eventjes scherp te zetten. Dat kan. We willen dat denk ik allemaal vooral van de heer Omtzigt zelf horen. Ook in het debat volgende week. Maar... de strategie van deze vier partijen was voor de verkiezingen vooral... dat ze heel erg met elkaar in de chance waren om in dezelfde termen te blijven. Vier partijen die zeiden, wij willen best wel met elkaar gaan regeren. Dan haal je dus zo'n grote meerderheid in die Tweede Kamer. Ligt dus eigenlijk de route naar zo'n extreemrechts kabinet ook helemaal open. Ben je 2 maanden en 2 weken al aan het onderhandelen. En dan klapt het op deze manier. Het is echt 1 grote chaos. Elk uur komt er ook weer een andere reden waarom Omtzigt is weggelopen. En waar ik me eigenlijk het meest aan stoor is een Kamerlid die jarenlang de mond vol had over transparantie en goed bestuur. Wel in een hotel kan afspreken met journalisten, maar niet naar de informateur gaat en ook niet de Tweede Kamer netjes informeert. Hij komt wel met zijn vaste punt natuurlijk. Te weinig informatie. Ja. Ja, maar als je aan een informatietafel zit, als je aan het onderhandelen bent, weet je wat dan het mooie is? Dan kan je aan alle ambtenaren van alle ministeries alles vragen wat je wil weten. En daar ga je dan met elkaar over onderhandelen. Maar als je die tijd krijgt, ja. Meneer Bontebal, wat is uw eerste reactie? Zou het ook strategie kunnen zijn, dit? Ik loop even weg, kom straks wel weer terug. Ja, maar dan is dat niet de strategie die ik dan begrijp. Kijk, ik kom uit een traditie van mensen als Lubbers. Ja, hij ook, hè? Die op het moment dat het moeilijk is, verantwoordelijkheid nemen. Je moet, als je zoveel kiezers aan je weet te binden... de moed hebben om verantwoordelijkheid te dragen. En ik zie 4 partijen die hard campagne hebben gevoerd. Tot aan 22 november vergroot je de verschillen uit. Daarna begint de periode dat je je terugtrekt... en dat je juist naar de overeenkomsten gaat zoeken om eruit te komen. Want het land heeft nogal wat uitdagingen. En dat mis ik bij deze alle 4. Want ze hebben de afgelopen maanden zijn ze via X en Twitter zijn ze wel bezig geweest... om elkaar dingen te vertellen. En ik vind dat niet professioneel. Dus jongens, neem verantwoordelijkheid. Doe iets met de uitslag die je hebt gekregen. Met zoveel zetels, met zoveel uitslag... hangt daar een grote verantwoordelijkheid. En dat geldt voor alle 4. Er zit een zeker chagrijn, want u zei terecht Rob Jetten... voor de verkiezingen werd er geflirt. Maar eigenlijk leek toch al vanaf het begin van de gesprekken... dat er chagrijn was. Want de een tweet iets door dat de ander een katholieke gluiperd wordt genoemd. En, of de een noemt de ander zuur. En dat allemaal niet aan die tafel, maar allemaal voor ons allemaal. Het lijkt wel alsof de sfeer van begin af aan echt vrij beroerd was. Ja, je ziet dus ook dat Wilders als leider van de grootste partij... en Plasterk, die namens Wilders dit proces moet begeleiden... dat die eigenlijk heel weinig grip en regie hebben gehad... op wat er de afgelopen weken is gebeurd. Hè. Is er nou onderhandeld over die grondwet en die rechtsstaat of niet? Is daar een conclusie uitgetrokken? Hoe ga je inderdaad met elkaar dat, om? Overigens is dat wel duidelijk inmiddels. Hoor. Zijn op 9 januari, 10 januari... hebben ze overeenstemming gevonden over die rechtsstatelijkheid. Ja, maar ik hoor dat heel veel zeggen. Het is nu duidelijk. Maar ik heb de afgelopen 24 uur... net als de rest van Nederland in een film gezeten... waar je elk uur weer een andere tweet krijgt... of een andere verklaring voor een camera. Een partijleider die wel in een talkshow zit... maar niet andere vragen wil beantwoorden. En het is nu echt wachten op het eindverslag van Plasterk. Maar de brokstokjes komen nu wel naar buiten. Ja. En hier waren ze het over eens. Nou ja, de vraag is volgens mij vooral... laat je zien dat je verantwoordelijkheid wil nemen. Ja. Ja. En als je door blijft gaan na de verkiezingen... met eigenlijk een verkiezingscampagne... zijn zij niet uit die modus van verkiezingscampagne. U vindt het onverantwoordelijk gedrag? Ja. Je hebt verdorie met z'n 4 en ook GroenLinks PvdA heeft een flink aantal zetels. Je hebt met elkaar de verantwoordelijkheid... om door te gaan. Er liggen nogal wat vraagstukken waarmee we door moeten. Stop gewoon met Twitter. Ga achter de schermen onderhandelen. En kijk, op het moment dat je zegt, ik heb meer tijd nodig... omdat ik zie dat er bepaalde vragen nog niet duidelijk zijn financieel... vraag dan gewoon om extra tijd. Dan had ik gezegd, als jullie meer tijd nodig hebben... logisch, want formeren kost gewoon tijd. Maar die voor is het logisch om, hij heeft een brief gekregen... althans, Plasterk heeft eigenlijk brieven gekregen... van de verschillende ambtenaren van de verschillende... ministeries, waarin een soort verslag staat... worst case scenario, ja. Staat geloof ik, hè, voor de komende tijd. Misschien heeft hij wel iets gezien, Omtzigt... wat wij nog allemaal niet weten. Dat we gewoon aan de rand van een grote afgrond staan. Nou, dat kan ik me echt absoluut niet voorstellen. We staan er als Nederland
eigenlijk financieel heel goed voor. De schatkist is beter op orde dan het in decennia is geweest. We hebben een hele lage staatsschuld. Terwijl we ook jarenlang coronasteun hebben betaald. Oekraïne ondersteunen in de oorlog. Bij de energiecrisis miljarden uittrokken voor het prijsplafond. En natuurlijk zijn er ook financiële risico's. Want de economie gaat minder hard dan dat die eerst ging. Je loopt als overheid altijd risico dat je bijvoorbeeld rechtszaken verliest. Maar als je dan aan de ministeries vraagt van geef me even een overzicht van alle potentiële tegenvallers, ja, dan krijg je natuurlijk van een goed werkende ambtenaar gewoon het meest zwarte scenario. Ja. Maar er zijn ook potentiële meevallers. En als je dat totaalplaatje van die financiën op tafel legt en dan de wensen van die partijen erbij pakt, ja, dan ga je met elkaar daarover onderhandelen. En dat is ook uiteindelijk waar besturen over gaat. Dit land leiden, keuzes maken, zeggen dat niet alles kan en ook bepalen hoe je met elkaar de rekening betaalt. Maar u kent de cijfers die hij gezien heeft natuurlijk gisteren. Die voor mijn eigen departement. Ja, ja, vast ook wel van die andere departementen. Ja, daar zitten wel goede Chinese walls tussen, daar hecht ik wel waarde aan. Zij zeggen, maar als de rest van de mensen dit zien, wat als het verslag van plastic openbaar wordt, dan schrikt iedereen zich helemaal dood. Ja, maar er is net ook gezegd. Maar daar ga je dan met elkaar dus over praten. Er worden twee dingen, denk ik, nu door elkaar gehaald. En ik denk dat het ook een beetje bewust is. Ja, dus wat er nog aan informatie ontbreekt en nog op tafel zou moeten komen. Maar tegelijkertijd hoor je ook hen zeggen, we worden het gewoon niet eens over hoe we financieel degelijk beleid moeten voeren. Dus twee partijen aan de ene kant, twee partijen aan de andere kant. Sommige partijen willen gewoon heel veel uitgeven en alles in de staatsschuld laten lopen. Dus dan geef je eigenlijk de rekening door aan de volgende generatie. Ja. Dus daar wordt nu, denk ik, ook mist gecreëerd. We wisten al, er is een studiegroep begrotingsruimte, maar even technisch, die had al gezegd, 17 miljard moet je ongeveer gaan bezuinigen na 2028. Dus ja, dat kader was er al. Is een openbaar getal. Dat wist iedereen. Ja. Alleen ze lijken er niet uit te komen van hoe financieel degelijk willen ze nou zijn. En daar is die extra informatie voegt denk ik niet zo heel veel. Nee. Oké, bovendien is het natuurlijk ook zo dat die informatie niet naar allerlei andere gesprekspartners aan tafel wel was gegaan en niet naar NRC. Die informatie is naar niemand gegaan en tegelijkertijd naar iedereen gegaan toen die informatie openbaar werd. Laten we heel even proberen verder te kijken. Want die oorlog in Oekraïne, Lisa, die laten we zeggen het tweede deel van de oorlog, zoals jij denk ik ervaart. Hè, die oorlog is al 9 jaar of 10 jaar geleden begonnen. Die was ook niet helemaal tot op de dag aangekondigd. En ook zoiets zorgt natuurlijk dat meteen je hele beeld voor alles wat je aan het bedenken 3 weken nadat het huidige kabinet begon, brak die oorlog uit. Ja. Nu gaan we toch even verder. Want wij willen heel graag, wij staan op verschillende niveaus, staan wij in ons land best stil. Als het gaat over bouwen, wonen, noem het allemaal maar op. Wij willen gewoon graag verder. Daar hebben we politici voor nodig. Er zitten er gelukkig 2 aan tafel, dus we hebben een beginnetje gemaakt hier aan deze tafel. Maar als je over rechts kijkt, we hebben even gekeken, PTK, dan gaat dat niet lukken. Want als je dat bij elkaar optelt, dat gaan we nu zien, denk ik. Nou, dan zie je dat we op 75 zetels komen. Tenzij er iemand van NSC... Van het CDA, maar ik geloof het niet als ik zo naar Harry Bontebal kijk. Nee, dus wat is de uitwijkmogelijkheid, als je het gewoon zo bekijkt, je zult naar het midden moeten. Gelukkig zitten hier 2 middenpartijen aan tafel. Nou, ik vind nu in de eerste plaats dat het initiatief nog steeds aan de PVV is. Hij kan geen kant op. Nou ja, maar dat moeten we ook wel vaststellen in het debat. Volgende verkenning. In het debat. 37 zetels, echt met straatlengte afstand de grootste partij geworden. Met ook een rechtse meerderheid en de 4 partijen die de afgelopen weken hebben onderhandeld. Wilders zal nog een keer moeten kijken, kan ik een kabinet vormen, omdat dat ook het meeste recht doet aan de verkiezingsuitslag. Ja, maar dat zullen we vast moeten stellen nadat we gewoon een goed Kamerdebat hebben gevoerd. En nadat Wilders opnieuw heeft gekeken, is er nog iemand die met mij wil samenwerken? En het meest interessante is eigenlijk de VVD-leider Jezielges. Ja. Want die heeft heel hard de deur dichtgegooid voor samenwerken met fatsoenlijke centrumpartijen en partijen op links. Omdat ze liever wilden onderhandelen met Wilders over de grondwet. Nou, zolang Jezielges vast zit geklampt aan die nieuwe liefde Wilders, dan is er geen enkele andere combinatie mogelijk. Dus als Jezielges zegt van oké, ik wil graag met Henry Bontebal en Rob Jetten om de tafel, dan zegt u? Ja, dan ontstaat er een nieuwe politieke situatie. Ja, maar op dit moment... Wat zegt u dan? Nou ja, dat zien we op dat moment. Maar waarom doe je nou zo ingewikkeld? Nee, dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Want uiteindelijk... nieuwe verkiezingen, dat mag ook. Nou, dat zou ik ook niet oké vinden. Maar voor het CDA is het vrij simpel. We hebben, als je de verkiezingsuitslag serieus neemt, wij zijn van 15, 14 naar 5 gegaan. Ik zit er niet op te wachten. Weet u wie er zat net iemand op uw plek? Die zei, die Lubbers, die nam verantwoordelijkheid. Klopt, maar verantwoordelijkheid is niet alleen
In een coalitie gaan zitten. Ik heb steeds gezegd, ik heb in het debat van 10 december heb ik gezegd, wij gaan constructieve oppositie bedrijven. Nee, dus met ons valt altijd te praten. Ik weet wat u gezegd heeft. En u bent ook voorzitter. Maar je kan toch niet van een CDA die zo hard verloren heeft, die ook door deze partijen die nu groot zijn geworden. Maar je kunt straks kun je zeggen van elke partij kan zeggen, je kunt van mij dit niet verwachten. Je kunt van mij niet verwachten dat ik met Wilders ga praten, zegt de ene partij. Je kunt van partijen die groot zijn geworden. En die ook een flinke verkiezingswinst hebben geboekt. Ja. Met ook beloftes die ze gedaan hebben. Ja. Kun je verwachten dat ze verantwoordelijkheid nemen. Ja. Als jij belooft alles anders te doen en beter. Ja. Anders en beter, waar kennen we dat van? Dan moet je het waar gaan maken. Dus u zegt, wat er ook gebeurt. Nou, wij deze ronde doen niet, ja, niet deze ronde. We moeten vooruitkijken. We zitten in een crisis. We kunnen niet al die spelletjes maar CDA, helemaal uitvlooien tot het een keer tijd is om naar de volgende ronde te gaan. Het is nu niet aan het CDA om in een coalitie te gaan zitten. Politiek staan. En het gaat over die partijen. Er zijn verdorie partijen die gewoon die moeten verantwoordelijkheid nemen. Maar ze redden het niet. Ja, maar we zijn nu een paar weken bezig. Laten ze gewoon weer met elkaar praten. En ik vind het is aan deze vier partijen om in ieder geval de uitweg te schetsen. Daar ligt toch ook al een grote verantwoordelijkheid. Maar de uitweg is dus, het gaat op deze manier niet lukken. En de middenpartijen willen niet praten met ons. Nou, ik wil altijd praten, maar niet over coalitiedeelname. Ik vind, het is toch gek dat deze vier partijen er dan niet uitkomen. Ja. En dan gaan ze naar het CDA met 5 zetels. Ik vind dat echt een beetje de omgekeerde wereld. Nee, het is niet de omgekeerde wereld. Je hebt op een gegeven moment elke zetel nodig om uiteindelijk tot 76 zetels te komen. Nee, ik vind dat bijvoorbeeld een mevrouw Jezielgus, die heeft zo hard de deur naar GroenLinks PvdA dichtgeslagen. Die moet dat dan eerst maar eens heroverwegen. Daar liggen toch veel logischere Maar dat is eigenlijk wat Rob Jetten ook zei. En ik snap wel dat mensen thuis ook denken, oké, we hadden toch een migratiecrisis, een klimaatcrisis, een wooncrisis. Wanneer gaan die lui in Den Haag dat eindelijk eens oplossen? En als ik 76 zetels had gehaald op 22 november, dan was ik daar nu al vol mee aan de slag geweest. De realiteit is dat er over rechts nu de grootste meerderheid mogelijk is. En dat die partijen nu 22 november, dus 2 maanden en 2 weken... eigenlijk er met elkaar één grote zooi van hebben gemaakt. Dat speelkwartier is nu over. Ze moeten het nu ook eens een keer serieus gaan proberen. En dan kunnen we daarna kijken wat er mogelijk is in de Tweede Kamer. Ik heb een CDA-uitdrukking. Dat het een soort vlucht was van meneer Omtzigt. Het is niet alleen dat financiële aspect. Want als ik nou zou vragen, wie wilde nou wel met Wilders regeren? Wie wil dat in hun hart? Wie wil dat? Nou, ik denk bijna niemand. Jij niet, maar wie dan wel? En als we weer verkiezingen krijgen, dan wordt hij nog groter. Dus hoe kun je nou ooit met hem gaan samenwerken? Wie gaat dat doen? Nee, dat is ook wel waar. Ik bedoel, hij heeft ook wel aangegeven, die publiciteit in de Telegraaf van maandag, van hij maakt terugtrekkende bewegingen. Omtzigt werd helemaal knettergek van het gelek en van het gebrek aan vertrouwen onderling. Dus die optelsom zit er zeker in. En toen kwam die financiële toestand met alle financiële wensen van die partijen. Het begint er denk ik ook mee dat er gewoon ook een eerlijk verslag gaat komen. Dus Plasterk die gaat een verslag schrijven. Dat verslag komt er en het debat komt er. Maar het moet ook heel helder zijn. Wat zijn nou de argumenten geweest? Hè? Dus ze hebben het over de rechtsstaat gehad. Waren ze daaruit? Ja. Ze zeggen van wel. Het verslag is er op maandag. Dit is allemaal nog onduidelijk. En het debat mag je doen op woensdag. We gaan het zien. Wat zei je? Verslag maandag, debat? Op woensdag. Op woensdag. Mooi. Nou, dan letten we op voor volgende week.